nieuwe weekvlog. Weekvlog? Het is helemaal geen maandag meer, het is vrijdag. Maakt niet uit, deze week is er een weekend weekvlog voor jullie. Oh, het wordt echt heel leuk jongens. Even blijven kijken naar deze weekvlog, want het wordt echt een heel leuk weekvlog. Nee, grapje. We gaan, het is vrijdag nu, dus we gaan even voor jullie een aantal dagen filmen. Dat gaan we, wow, jongens. Dat gaan we denk ik om en om doen. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja, dat doen we. Maak je het namelijk vrij. Je bedoelt de dagen om en om? Zo, of bedoel je de weken ja, om en om? Ik vind het allemaal goed. Nee, morgen ga ik naar Brownie, dus dan moet ik een camera mee. Oh ja, fuck. Dat doe ik ook met deze camera. Ja. Want dan komt... Oh, dat mag ik niet zeggen. Oh, wat zei je nou? Mijn vriendje. Morgen gaat iets heel leuks gebeuren. Zondag geven wij een show op Military Boekelo. En dan nemen we Contessa mee. En vandaag hebben we een filmdag. En film ik de voorbereidingen voor jullie van Military Boekelo. Verder hebben we de aankomende week echt super veel leuke dingen te doen. Maandje achter mij aan het filmen. En oh, nee, niet waar. En daarin nemen we jullie allemaal mee. Leuk, man. Geef een duimpje omhoog als je het nu al een leuke video vindt. Duim naar beneden. Nee, doe maar niet, jongens. Maatje is op zoek naar een goed plekje. Ja, dit is toch leuk? Voor het paard? Oh, kijk het aan. Oh, mooi prachtig beeld. Is het licht hier ook goed? Ja, ga maar staan. Het is altijd onze secret filmplek. Kijk, hij heeft gewoon een... Bij de menkarren. Wij zitten altijd hier. Wat heeft hij? Een bondje. Maar dit is gewoon van de IKEA, kijk. Kijk, dit is gewoon van de IKEA, zo'n bondje. Die is helemaal niet... Ik zie een kaartje. Oh, nou, sorry hoor, ik dacht dat het gewoon speciaal gemaakt was daarvoor. Nee, Royce keer. Nou, ik zit hoor. Het enige wat we hoeven te doen was even dat ding draaien. Nee. Dit is beter. Jezus, hou nou eens op! Oh, hou je in man. Ik hou er niet van als mensen gaan kijken. Ik hou niet van kijkers. Oh. Pony, ga weg. Eww. Pony. Christ! Ga weg. We houden niet van pottenkijkers. Oh, nou doet hij het sneaky, hè? Potten. Pot. Oké. Okay. Heel goed. Nou, doei, jongen. Eentje niet iets van een haarnetje of zo. Of je moet even zo'n keppeltje uit mijn cap halen. Maar het is heel aan daar. Oh, ja. Of het is een zak? Ik denk dat het een zak is. Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Ik ben echt zelfs weg. Oh, neem Ariel. This is how you fix them chicks. Hoe de fuck doe ik zo'n ding op? Misschien moet je juist geen knot op doen en je haren gewoon ondermoffelen. Mag de kram even mis. Haar gewoon ondermoffelen? Ja. Dat je het wacht. Dat je het wel zo drukken. Ik ben gewoon even mijn elastiekje kwijtgeraakt. En ik ben hier met Elina. Wil je een elastiekje van mij? Ja. Ja? Ik heb thuis wel een elastiekje. Oh my god. Oh wacht, we gaan eerst om de hals. Het heeft helemaal geen zin. Anders krijg ik Maxi te pakken. Elina, ben je wel naar school geweest vandaag? Ja, tot 11:45. Jezus, wat heb jij een makkelijke school zeg. Dat is helemaal niet waar. Is Roy trouwens al verkocht? Is Roy al verkocht? Saroy! Saroy. Kom, we gaan hier langs, maar ik ga niet langs zetten. Maar is Saroy nou al verkocht of niet? Ja. Hallo! Ja? Oké. Okay. Maar waarom? Waarom heb je hem niet aan mij gegeven? Geef hem nog wel. Ja? Tuurlijk. Ik geef hem altijd aan jou. Ja, ik heb toch geen geld meer. Ik heb dat ding gekocht. Welk ding? Dat geval, wat daar staat. Met die vlek. Wist ik veel dat toen hem al verkopen? Doe me op. Doe me op. Doe me op. Roy, doe nou. Oh, je hebt geen haar. Hoi en lekker schijnen. Nou, ik heb dus helemaal gepoetst. Het is echt dik geworden, hè? Kijk dan, jongens. Oh, fat horse.
En ik heb deze nog van de vorige keer, dus die ga ik weer gebruiken. Alleen dat dingetje een beetje gebogen. Maar kijk, maar dat is niet zo erg. En dan gaan we een kroontje in de billen scheren van Tess. Ja. Hallo! Christy is aan de deur. Dus ik ga nu de deur openen voor onze Christy. Hé, Christy! Hi! Welkom in onze vlog! Wat ga je? We gaan een unboxing doen! We gaan een unboxing doen! Ik heb een pakketje binnengekregen. Een hele grote doos, maar die doos heb ik al opengemaakt. En ik kreeg dit doosje ook binnen. Van de Horse. Hè? Van de Horse toch? Van Horse. Kijk je wel in de led? Nee. Ja, nee. Nu wel. En stiekem heb ik al gekeken wat erin zit. Maar ik ben er heel blij mee. Maar ik ga voor jullie doen alsof ik het nog niet gezien heb. Dus wow, ik denk dat het een cap is. Nou, ik denk een paar schoenen. Denk ja, niet? En ik zie ook handschoentjes uitsteken. Nee, ik ben in de wasmachine. Dus kijk, oh, handschoentjes. Van Horse, kijk, even zo doen ze dat toch altijd. dit zijn de Horse Evelien Winter Gloves, maat 7. En dan hebben we een cap van Horse natuurlijk weer, hè. Ja, en dan, oh, ik zie het al, zie je het ook? Wat zie je al? Kijk, kijk, daar komt hij, hè. Oh, met glitters. Met glitters. Met glitters. Ik heb een nieuwe cap. Woe! Kijk, zien jullie die steentjes? Hij heeft er moeite mee vandaag, ja. Merk ik al. Ja, ja. Kijk, en die ga ik zondag opdoen met de military voor het eerst, denk ik. Oh, sick. En ik heb een hoge staart in, dus. Nou, top, hè? Kijk, super. Een staartje, prachtig. Donkerblauw, ik ben net zo kalmeren zo. Nee, heel nee, gaaf. Super. Dus, bedankt, Horst. Super. Geef niet de comment of zo. Laat even een reactie achter of jij dit ook een mooie cap vindt. Ja. En als je het geen mooie cap vindt, waarom? Gewoon je bek dicht houden. Ja, gewoon wegwezen. Nou, zeg. Goedjes. Dag, liefst thuis. Goed ook. Hoi mensen, ik ben op dit moment op stal. Nienke is er niet, want die is namelijk aan het rijden op Brownie. Dus daar heb je net waarschijnlijk al het beeld van gezien of ga je nog zien. En ik ben op stal omdat iets heel leuks gaat gebeuren. En ik ben aan het wachten op iemand en jullie gaan zo zien wie dat is. Kijk jongens, wie is dit? Simon! Exposed. Hi baby. Oh, je bent zo groot. Hallo. Oké, Ko staat in stal. Ja, hallo baby. Wat een mooi paard. Mijn moeder vindt hem wel geweldig. Kijk nou. Ko. Ja. Kijk, er reageert er op mij. Schattig. Deken. Hey meisje, hallo, ga je met mij mee? Hé, hey, gaan we lekker rijden samen? Ga je mee? Nou ja, zoals ik jullie al zei, even mijn beste vriendin Madinja. Haar ouders zijn eigenaar van een camping. En Madinja woonde eerst heel ver weg, maar nu woont ze dus dichtbij. En ik heb hier van het zomer gewerkt in het animatieteam. En nu is het super lekker weer, dus ik dacht, ik heb zin om naar de ouders van Madinja te gaan. Want Madinja zit voor 10 weken in Australië, dus op stage. En ik dacht, dan ga ik Madinja's paard maar even rijden. Dus ik ga met Bruintje op buitenrit zo meteen. En ze hebben hier een super mooi bos. Dit is toch echt genieten, jongens. En hier is de wei, een soort kleine zomerwei. Zeg maar nu, als het camping niet zo druk is, wordt er altijd een veld vrijgepland voor de paarden. Waar ze dan kunnen staan als weide, zeg maar. En als het heel druk is van het zomer, dan hebben ze hier hun eigen wei. Zeg maar, en hebben ze daar een paddock met een grote schuilstal.
Ik zeg ze, maar op dit moment staat hier één paard. Want helaas is het andere paard van Medea overleden toen ik hier werkte. Dus daar was ik ook bij en dat was echt super heftig. Maar ze is op zoek naar een nieuw paardje. Een maatje voor Brownie. Omdat Medea natuurlijk een hele goede vriendin van mij is, heb ik Brownie al wel veel vaker gereden. En Medea heeft ook met Brownie in Engeland gewoond. 2 jaar terug. En toen Brownie terugkwam uit Engeland, heeft hij ook bij mij op stal gestaan. Dus toen heb ik hem ook... hij heeft een maandje bij mij gestaan. En ondertussen is Medea natuurlijk wel vaak langs geweest om hem te rijden. Maar dus ik ken Brownie al wel heel goed. Maar ik heb al heel lang niet meer op Brownie gereden. Omdat het altijd als ik hier was, dan waren we gewoon, gingen we zwemmen. Want het was super warm. Of dan moest ik werken. We gaan lekker het bos in, Witloos. Dan hebben we reunie. Er komen alle mensen komen langs die hier gewerkt hebben. En dan gaan we lekker met z'n allen eten. En hun blijven hier dan ook in de kampeerbungalows slapen. Ik kan het helaas niet, want morgen is de military. Maar daar heb ik natuurlijk veel meer zin in. Of eigenlijk ook heel veel zin in, laat ik het zo zeggen. Dus ja, dat is het plan. Heel handig. Al de route is... uitgestippeld via een of andere kaart waar alle ruitenroutes op staan. En ik heb hier ook de route op mijn hand. Daar heb ik een foto van gemaakt. Dus ik moet route 48, 49, 47, 48 volgen. Het is hier dus echt prachtig, want dit is de camping. Ik kom daar net het oprijlaan af. En dan heb je hier al meteen een super lang zandpad. En heel mooi bos. Kijk, het is echt prachtig hier. Het is zo mooi, hè, Brown. Ga eens kijken. Ik hou echt van die rust hier. Heerlijk. You said hey, as you stopped me just a second. Just a second away from all the pain. You told me if I leave then no one gains. And it feels like you smashed me with a hammer. I'm ready to see we fell apart. I'm ready to believe you have a heart. And then you said, hey, we can build it all up again. We can leave with the morning train. I could try to get over you, but I will never love you. We gaan nu heel snel de beeld af. Kijk. Goed zo, meisje. Oh, oh. Nou. Ja, ik weet echt de weg niet eigenlijk. Oh, ik denk niet dat het juist is. Denk je wel, Brown? Oh, Brown denkt van wel. Is goed. We gaan het af. Je voetje. Goed zo, meisje. Brown die begeleidt mij. Die heeft vaste route naar huis. En als we nu niet goed zijn, moeten we weer naar boven. Ik denk dat we niet goed zijn. Denk jij van wel, Brown? Nee, ik denk het niet. Kijken hoe ik terug ga. Ik god die kant. We can build it all up again. Zo bom. Ik heb de volgende strategie bedacht. En dat is dat Brown mij naar huis brengt. Moet vast lukken, toch? Zo, ik ben weer terug en we hebben echt super lekker gereden. Ik ga Brownie nu even afzadelen. We gaan even langs de moestuin natuurlijk. Ik ga gewoon even afzadelen. Even afsponsen. En dan mag ze lekker de wei weer op.
Goedemorgen. Morgen. 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 Het is zondag. Tijd voor de Military Boekalo YouTube event. Hey, hey. Ik ga mijn halster pakken. Ik was al onderweg naar je paard. Ja. En ik heb mijn paard even een dekentje opgedaan. Want dan was het iets warmer vannacht. Omdat het vannacht gewoon nog 1 graden was. Maar het is mooi weer. Kijk het zonnetje. Het is koud, man. Even genieten. Ja, het zonnetje wil mij niet. Kijk eens wie mijn paard gestolen heeft. Jij! Wie is het? Simon! Simon staat niet meer eens op staal. Ja. Ja. Ik zeg gisteren tegen Tessa, kijk welk paard het is. Ze zegt zo, wie is dat dan? Ik zo, kom. Wat? Zegt ze? Hoezo? Het is een bruin paard. Nee. Ja, het is goed. Oh, nasty. Oh, nasty. Dus Simon, wat doe jij hier op deze vroege ochtend? Ja. Naar Contessa kijken. Ja. Contessa aflikken. Hij komt gewoon hier om met Contessa te zoenen. Meer niet. Ben je terroriseren de boel hier? Heb je mij al geplopt? Meidje. Oh my god, oh my god, oh my god. Mag ik een handtekening? Okay. Wie zijn dit? Ongemakkelijk! Welk paard is dit? Ja, Tessje staat lekker op je stal. Heb jij een mooie stal gekregen? Oh, je bent zo donker. Kijk eens. Heb jij een mooie stal gekregen? Oh, dat is mooi. En hier staan Boots en Diego. Diego heeft alweer lekker gerold. Kijk hoe vies zijn. Oh, jullie hadden expres kroon. Ja, we hadden nog wel een. Oh. Hebben jullie een kleinere stal? Nee, en wij hebben stro. Oh, veel fijner. Nee, want ze eet het. Ruilen? Nee, nou staat die persoon. Rechthouden, schatje. Oh, sorry. Oké. Okay. We hebben over een half uur onze demo. Toch? Ja, iets meer. Iets meer. Maar we gaan het eens opzamelen. Had jij nog een bondje eronder? Een pet. Een gelpet. Ja, of ligt die toch in de auto? Ja, jouw pet is niet hier. Wil je die nog? Of, ja, die moet. Nou. Die loopt er naar de auto. Boodschap is duidelijk. End recording. Oh ja. We zijn dus nu aan het inrijden. We hebben net niet zoveel gefilmd, maar we waren best wel druk. Omdat we best wel heel snel een demo hebben om 10:45 al. Nog een half uurtje, dus we hebben tijd. We hebben nu nog wel inderdaad een half uur tijd. Dus dat is wel heel fijn. Dus we kunnen Tess nog inrijden. En wat we eigenlijk gaan doen is een wild paard. Nou ja, wild. Gestrest vooral. Gestrest paard op een ander terrein. Hoe ga je daarmee om? Hi, nou, Nienke heeft het al vaak gedaan natuurlijk. Maar het leuke is, ik ga er ook nog op. Ja! Dus dat was wel even leuk. En even denken. Zoals je ziet is Contest best wel rustig. Het is super rustig. Ja, ze heeft op de trailer ook wel echt rustig gestaan. Op staal ook heel rustig. Ze heeft in ieder geval een stal, dus dat is heel fijn. Oh, ze gaat af in. Contest is wel een paar plekjes. Ze heeft wel een paar plekjes, maar dat komt omdat ze in de wei staat bij andere paarden die haar happen. Dus daarom heeft ze een paar plekjes. Ah, ook op de kont. Groot plekje. Oh. De camera is bijna leeg. Ik doe hem even uit. Maar ze is heel braaf. Dus onze hele demo valt in. Springen! Ja, maar ik val. Ga weg met dat ding. Nee, doe. Floor, doe maar. Je moet ook fans krijgen. Nee, springen. Oké. Okay. Je hebt wel leuke schoenen. Zijn die van Nicky? Nee. Mama, ah, die moet gewoon wachten tot we in de piste zijn. Moeder is toch altijd, Floor? Ja, ik ga het zoeken waar ik er ook heen. Ja, je kan ik denk ik het beste helpen, bij die balk hier overheen. Waar de fuck gaat ze heen? Gaat ze... Oh! Jij sprong gewoon veel te hard, man. Ik ben Nienke Asgeroep, ik ben 19 jaar en ik zit op mijn eigen paard Contessa. Contessa is een 11-jarige Mary. En ik heb Contessa nu al, denk ik, 5 jaar. Maatje hier loopt achter mij. En samen met mij zit ik het.
Samen in de Kamer van het Liefdekanaal. En zoals jullie precies weten, ik heb een gevoel gehuis en ben een kettenhaal. Ik ben ook helaas terug, helaas, dit helaas. Onze Nederlandse vraag is eigenlijk hoe je met het wild vaart of vreemd bij je gaat. En nou is het heel graag want ik noem mijn beurt. Want voor jullie. Want wat ik normaal doe als het net zo druk is, jouw laatste vroegste. Dat is echt heel braaf. Wat het zo druk is, is voor ons het allerbelangrijkste om zo weinig mogelijk druk op te zetten. Ik heb ook net al 5 jaar geleden instanties gekregen van een meneer die had zelf inderdaad 2 meisjes 12 jaar gebaard. Maar ja, iedereen zegt dat moet je niet doen. Ik heb wel. Je mag wel iets meer doorbraken, want het is hier nou jongens, het ging goed. Tess was zo rustig. Dus ik heb helemaal zin in de cross zo meteen. Ja, zo meteen is de cross ook spannend. Ik hoop wel dat ik een headset om mag, want dan kan ik nog een beetje lullen. Ja, klopt. Heel vaak mag het niet. En we lopen nu weer richting de bak om onze parents te meeten. Oeh, wind, ik heb het koud. Ik kom mijn jas aan. Simon, we moeten dansen. Wij gaan dansen. Ik heb mijn pony. Ik heb mijn pony. Ja? Yes! We hebben het samen de foto! Ze willen mijn hoofd wel zien, maar het beeld is gewoon heel vies. Oké, wij zijn nu onderweg naar Contessa, want die moeten we gaan opzadelen. Want Nick heeft zo de cross! Heel mooi. En Simon is ook mee. Ik ga nog even zelf crossen. Nee, maar ik bedoel, wie komt er nu 's avonds? Waar heb jij het over? Yes, I'm lost in the fun park now. I can never go around. You're a spiral going down, yeah. I've been racing you all through town. There's no limit till you sleep. Never ever time to breathe, no. We just fired away without a second to ensure. Focus on the fun. I won't play it this way, no, no more. You'll be out the door. See you back for more. I know what you're gonna say. I know what you'll do to me. I know I'm not gonna stay. Try to get up, you're dragging me down. Better back up, I'll turn it around. All the ones are for all. Boy, you're too late, I'm standing my ground. Finally free and on the rebound. All the ones are for all. You've been up underneath my skin. Try to get up.